Hey, we hebben het al een hele dag over tradities. En op 1 januari zijn dat de nieuwjaarsduiken in onze provincie. Ja, er stonden er 5 gepland, aanstaande zondag. Maar uiteindelijk zijn er nog 2 over, namelijk Zeewolde en Noordoostpolder. In de studio Mannes van de Zeewolde-afdeling. En Wilbert, zo noem ik het maar eventjes, van de Noordoostpolder-afdeling. Ja. Mannes, om met jou te beginnen. We hadden het buiten de uitzending over. Het is de 15e keer. 18e keer dat we het organiseren. De eerste keer was in 2004. Oké, en een paar coronajaren eraf. Een paar coronajaren eraf. Toen hebben we wel wat gedaan, maar geen officiële duik. Toen kon men wel in het water duiken, maar dan moest men zelf een filmpje opsturen, zeg maar. 2 jaar geleden. En nu gaan we het weer oppakken. En dat was gewoon onder de douche staan met een koud water of zoiets? Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar men kon ook het Wolderweed wel in toen gaan. Oké, maar toen was het met afstand. Wat voor filmpje. We hebben hele leuke filmpjes binnengekregen. Had ook wel wat, maar het gaat natuurlijk niks boven een echte duik. Ja. Wilbert, voor jullie de hoeveelste keer? Ja, dan begin je gelijk met een moeilijke vraag, hè? Kijk, het is al begonnen voordat ik überhaupt actief was binnen de reddingsbrigade. Sta maar eens bij dat wij voor corona de 23e keer hebben aangetikt. Ja. Dus dan zou het nu de 24e keer, 2 coronajaren. Nou, dan zijn we eigenlijk al een kwart eeuw voorbij. Ja, wat ik wel begreep is dat het dit jaar een verhuizing is. Ja, wij hebben eigenlijk als reddingsbrigade hebben wij de afgelopen pak een beetje 10 jaar hebben wij het georganiseerd bij Schokkerhaven, bij Nagelen. En tegelijkertijd was er ook, sinds dat de Wellewaard geopend was, was daar ook een nieuwjaarsduik. En eigenlijk was dit jaar een beetje van, ja, waarom gaan we het opsplitsen terwijl we ook de krachten kunnen bundelen? Dan maken we er gewoon 1 groot gezellig feest van. Ja. Dus lekker centraal in de polder, lekker dichtbij Emmeloord, kan iedereen op de fiets die kant op komen, zeg maar. Heb je een beetje een beeld van wat jullie kunnen verwachten qua hoeveel mensen er komen meedoen? Nou, als we kijken naar het laatste jaar voor corona, toen hadden we bij Schokkerhaven een mannetje van 125, 150 ongeveer. Wellewaard zat tussen 150 en 175. Dus nou ja, we hopen op 300. Of nog meer natuurlijk. Ja. Maar met 2.500 man ben ik al dik tevreden in ieder geval. Mannes, waarom wil je op 1 januari het water in? Het koude water in? Het moet natuurlijk, het moet natuurlijk een uitdaging zijn. En die uitdaging die was er voor het eerst in, wat ik al zei, in 2004. En toen was het op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar. En mensen die roepen elkaar op om mee te doen. En zo bleef dat een beetje in stand, zeg maar. Is er eens even, er zijn er mensen die al die jaren hebben meegedaan? Vanaf het begin? Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Maar je ziet wel mensen die al voor de zoveelste keer meedoen. Ja. En je ziet ze van jong tot oud. Alle leeftijden doen wel mee. En ik denk, het is heel populair om even in de winter door te zwemmen buiten. Of even erin te gaan en dan weer eruit. Zou dat ook niet meehelpen, dat er nog meer mensen komen? Maar wat bij ons ook duidelijk meespeelt, is dat we het voor een paar goede doelen doen. En dan zie je ook dat mensen die iets met het goede doel te maken hebben, dat die weer anderen uitnodigen. En dit jaar hebben we bijvoorbeeld dat we voor het hospice wat er in Zeewolde komt. En voor het wereldkoor Zeewolde. Dus dat is een koor met culturen uit allerlei landen die in Zeewolde wonen. Ja, mooi. Hebben jullie dat ook voor het goede doel? Nou ja, als reddingsbrigade zijn we misschien zelf een beetje een goed doel als vereniging zijnde. Maar nee, wij hebben het voornamelijk op de gezelligheid hebben het ingezet. Daarom organiseren we het ook samen met de uitbaten van het restaurant bij de Wellewaard. Bij ons. Daarmee organiseren we het samen. En ons doel is voornamelijk om gewoon een leuke activiteit neer te zetten voor de Noordoostpolder en omgeving. Ja, maar anders, je hoeft niet alleen uit Zeewolde te komen. Het mag ook uit de rest van de provincie. Je mag er van overal vandaan komen. Iedereen is welkom die mee wil doen. Ja, ik zeg dat, want ik begon er al mee. Vijf nieuwjaarsduiken waren er eigenlijk georganiseerd. Ja. Urk doet natuurlijk niet mee omdat het de zondag is. Ja. Almere kreeg de vergunningen niet rond. En Marke Wanne, die zouden dit jaar ook meedoen. Maar weten jullie daar iets van? Ik had ook iets gehoord dat daar de eerste duik georganiseerd zou worden. Maar ik heb niet gehoord dat hij niet doorging. Nou, die ging ook niet door. Ik heb gezien dat hij niet doorging, maar de reden... Weet je ook niet. En heb jij ambitie om... We organiseren hem dus in Zeewolde met een Rotary Club. Maar ja, jij zei net van 200-300 man. Ja, dat hopen wij ook. Maar dat is echt afwachten. Ja. Voor het eerst na corona. Ja. Wat komt er eigenlijk weer? Wilbert, het is niet alleen maar die nieuwjaarsduik. Het is natuurlijk ook het samenkomen. Mensen bij elkaar.
elkaar weer eventjes bijpraten. Gelukkig nieuwjaar wensen. Het is een feestje aan zich natuurlijk. Ja, nee, dat is volgens mij is dat voor de meeste mensen de grote reden misschien wel om de nieuwjaarsduik te doen. Ik bedoel, de meeste mensen die denken de rest van het jaar niet heel graag aan het koude water, zeg maar de gezelligheid en samen even zoiets ondernemen, ja, dat is wel echt wat het maakt. En dat vinden we ook zo mooi dat we dus dit jaar de twee duiken hebben samengevoegd. Dat we nu echt gezamenlijk met de hele Noordoostpolder en iedereen die maar wil, ja, dit gewoon gezamenlijk kunnen, het jaar kunnen starten eigenlijk. Ja, en je zegt koud water. Zou er niet een beetje meevallen met de temperaturen van nu? Dat zeggen we allemaal heel dapper vanuit een warme studio. Maar het is toch zeker wel, ik heb het zo niet voor me, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de Wellewaard een graad of 3 à 4 graden, dat het daar wel mee ophoudt. Ik weet niet hoe het in zo'n rol is. Ja, dat zal bij ons ook, kijk, als het 8, 9 graden is, zal het water ook wat warmer zijn. Maar het blijft natuurlijk nog wel koud, hoor. Ja, ja. Nog geen tropische temperatuur. Wilbert, tenslotte, ga jij ook het water in? Ik ga het water in, maar met een heel fijn droogpak aan. Dus als het goed is, blijf ik droog. Om de mensen eruit te vissen die toch te koud krijgen. Ja, en ook aan te geven tot hier is het veilig. Ja. Mannen, hoe is het bij jou? Hoe het met mij is? Nee, ik bedoel, ja, of je het water in gaat. Dat snap ik niet. Ik mag dan elkaar praten. Dus dan heb ik een goede excuus om zelf aan de kant te staan. Met de muts op en de sjaal om. Met de muts en de sjaal van de Rotary natuurlijk. Mag ik jullie heel veel plezier wensen. En alvast een gelukkig nieuwjaar. Hey, dankjewel. Hetzelfde. Bedankt.